Audi R10 wordt grote broer R8, de Autoweek Auto Innovatie Awards 2012 en een multitest met de nieuwe Renault Clio. Welkom bij het Autoweek Journaal van 18 december. Audi is een veelvraat als het gaat om modellenpolitiek. Op alle fronten melden ze zich met nieuwe modellen. Zelfs in het supercarsegment. Want Alexander, ik begrijp, er komt een Audi R10. Ja, dat klopt. Als het een Audi ligt in ieder geval. De naam geeft eigenlijk al een beetje aan wat het is. Het is een supercar die nog boven de R8 komt. Dus echt eentje die met de allersnelste auto's gaat wedijveren. Het wordt een auto die zijn wortels heeft in de Le Mans racerij. Dus dat wordt een hele lichte auto, 1150 kilo. En het bijzondere is ook dat het een dieselhybride is, net zoals de Le Mans racers. En het vermogen wordt ongeveer 700 pk, dus dan heb je het echt wel over een heel serieus apparaat. Hij lijkt niet echt op een Le Mans auto, hè? Nee, dat was toch wat te extreem voor de openbare weg. Dus Audi kiest er toch voor om dat iets normaler te houden. Het prijskaartje is wel behoorlijk bijzonder, want er wordt gezegd dat het ongeveer 7,5 ton gaat worden wat die auto kost. Voor een Audi? Ja, dus dat is wel heel ambitieus. Er worden overigens ook maar 250 stuks gebouwd als het aan Audi ligt. Als het aan Audi ligt, want ja, de plannen zijn voor Audi natuurlijk wel heel interessant. Maar ik kan me zo voorstellen dat de Volkswagen groep... En Lamborghini, hè? Ja, dat hoort dan bij Audi. Maar dat ze boven in het management denken van ja, we hebben Lamborghini al, Porsche heeft zo'n auto. En dan heb je ook nog Bugatti. Willen we dit eigenlijk wel? Dus dat is toch nog een beetje een vraagteken voor mij. Er zullen dus nog heel wat vergaderingen volgen in Wolfsburg over of het doorgaat of niet? Ik denk het wel, maar wat ons betreft komt hij gewoon natuurlijk. Ja, en goed, en anders kunnen we ons helpen toch met de Lamborghini. Ja, daar kan ik ook mee leven. Ja, Oké, dankjewel Alexander. Kerst staat voor de deur en dat betekent terugblikken op 2012. Dat hebben we met de Autoweek-redactie ook gedaan. De Autoweek Auto Innovatie Awards geven het antwoord op de vraag: wat zijn de beste nieuwkomers op autogebied in 2012? Per categorie hebben we een winnaar uitgekozen. Het levert 9 winnaars op, maar er kan er maar 1 de overall winnaar zijn. En dat is de Tesla Model S. De Tesla Model S is de meest vernieuwende auto van 2012. Nou, hoe die verkiezing de Auto Innovatie Awards dit jaar tot stand gekomen is, lees je in Autoweek 51, die vanaf 19 december in de winkels ligt. Deze week weet je hoe goed de nieuwe Renault Clio is. Hadden we vorige week nog deel 1 van de multitest, waarin de nieuwe Clio het opnam tegen Aziatische concurrenten. Deze week doen ook Europese modellen uit het B-segment mee. Nou, een uitgebreide multitest in het blad, maar deze week krijgen jullie ook een videodubbeltest te zien. En daarin neemt de Clio het op tegen, hoe kan het ook anders, de Peugeot 208. Dus die hou je nog te goed. Autoweek 51, die vanaf 19 december in de winkels ligt, is een extra dik nummer vanwege de feestdagen. Echt iedereen komt aan ze trekken. Ze hebben natuurlijk de multitest in het B-segment waar ik het al over had. We hebben een 19 pagina's tellende elektrisch rijden special. Want hoe staat het ervoor met elektrisch rijden in Nederland? Maar we hebben ook een verhaal over 40 jaar BMW M. En dat is echt genieten. Verder een eerste rijtest met de Kia ProSeat GT. Kia's eerste beginselen op het gebied van de hot hatches. De ProSeat is namelijk de 3 deurs en de GT is de versie met 204 pk. Nou, wij reden alvast met het prototype. En als uitsmijter hebben we ook nog het papieren verhaal van de sprinttest met de Mercedes G63 AMG tegen de Nissan 370Z. Die video hebben jullie vast al gezien. Deze week het papieren verhaal. Dat was het weer voor de dinsdagversie van het Autoweekjournaal. Vrijdag is er weer een nieuwe versie. Voor nu alvast bedankt voor het kijken en we zien elkaar vrijdag weer. Tot dan!